haute couture werk en mijn artwork wat ik hier maak, hebben eigenlijk alles met elkaar te maken, maar ook helemaal niks. En ik denk dat daar juist de kracht ligt. Het is voor mij als couturier best heel moeilijk dat je iets wat eigenlijk heel erg persoonlijk is, je artwork, zoals ik hier 's avonds of in de weekenden gaat schilderen, dat dit nu opeens zo naar buiten wordt gepositioneerd. Dus het is voor mij heel belangrijk om zo dicht mogelijk te blijven bij wat ik doe. En daarom vind ik dit eigenlijk heel moeilijk. Uitleggen dat waarom ik dit doe. Want dit, als het iets intuïtiever is dan wat dan ook, dan is het dit artwork en deze gezichten die ik maak. Wat wel overlappend is en elkaar ook versterkt, is mijn ton-sur-ton gebruik in kleuren. Mijn degradés en zuiverzijde chiffon in mijn haute couture collecties tegenover al mijn indigo-blauwe in verlopen watertonen en pastellen zoals ik dat hier in mijn werk heb.